Welkom bij aflevering 47 van Moordzaken, de podcast. Ja, we zijn weer terug van vakantie. Althans, deze fietser is terug. Ja. Veilig en wel. Mooi avontuur. Fit, vol energie. Ja, absoluut. En overleefd. Ja, we gaan vandaag bespreken de Appelschaarse babymoord. En daarvoor gaan we terug naar september 1999. Ja, helemaal in het Hoge Noorden. We gaan naar het Friese rustieke dorp. Zeker. Ooit geweest, Appelscha? Voor het veldwerk natuurlijk. Ja, ja, let maar op. Ja, 20 september 1999. Dat was ook een jaar volgens de Verenigde Naties dat de 6 miljardste mens werd geboren. Ondertussen hebben we het al over 7 miljard. Ja, nog meer. Het gaat rap. Veel meer nog. Zeker. En in augustus 1999 benoemt de Russische president Jeltsin Vladimir Poetin tot premier. Ja, en voor de oude garde, het televisieprogramma Big Brother ging in start in Nederland. Ja. Ruud, even knuffelen. Precies, de knuffelweer. Oh. En het was niet het enige programma. Nee, 2 maanden later was ook de eerste aflevering van het programma Wie is de Mol? Met nog onbekende Nederlanders. Die zijn op tegenwoordig. Ze hebben alleen maar bekende Nederlanders. Het is wel grappig, als je dit zo hoort, gebeurt er niet heel veel in 23 jaar. Hè? We hebben nog steeds dezelfde tv-programma's, dezelfde Russische premier. En er vinden ook nog steeds aardbevingen plaats. Net als toen, eentje 7,3 op de schaal van Richter. Nou, dan zit je niet meer stevig in je stoel, kan ik je verklappen. En dat betekende ook in Taiwan 2400 doden. Grootschalige paniek. In Nederland zijn we nooit verder gekomen in Roermond dan een aardbeving met de kracht van 5,8. Nou, laat het houden zo. Beter. Sport? Ik heb weinig gevonden, Carrie. Nee, niets, hè? Nee, saai sportjaar. Films, we keken allemaal naar American Beauty, naar The Matrix en Notting Hill. Althans, jij keek daarnaar. Heb je ze alle drie niet gezien? Ik ben een slechte filmkijker. Ja, je bent niet zo'n filmliever. Nee. Boeken misschien dan het boek uit 1999. Misschien heb je die gelezen. Dat is Publieke Werken van Thomas Rosenbaum. Moet ik je ook teleurstellen? Kun je nog luisteren via Storytel? Zeker, want dat aanbod staat nog steeds voor de luisteraars. Als je naar story.tel/moordzaken gaat en je meldt je aan, dan kan je 30 dagen lang gratis Storytel proef nemen. Nou, dat is natuurlijk een no-brainer in de vakantieperiode. Ik kwam bijvoorbeeld, en dat las ik wel vroeger, al die boekjes van De Kok met COCK. Ja, die kun je dus ook allemaal op Storytel vinden. Die heb jij op de fiets naar Frankrijk allemaal geluisterd. Nou, deze keer niet, maar als klein jochie heb ik ze echt verslonden, die boekjes. Dus dat kan allemaal op Storytel. Hartstikke makkelijk. Story.tel/moordzaken. Ja, nogmaals. Nogmaals, ja. Het weer. Een warme, vrijwel geheel bewolkte dag met een gemiddelde temperatuur van 17 graden. En de muziek, Eddie. Nou, we luisterden in dat jaar allemaal naar Venga Boys, We're Going to Ibiza, in de zomer. Britney Spears, Baby One More Time. Maar dat was een ongekende zomerhit. Dat was van de Italiaanse groep Eiffel 65 met het nummer. En ik hoorde het toevallig vanochtend nog op de radio. Blue, Dabadi, Dabadi. En dat is zo'n mooie elektrostem. Die clip allemaal van die blauwe robotpoppetjes. Heerlijke synthesizer muziek. Ik zou zeggen. Ja, dit is echt zo'n nummer dat dus de hele dag niet meer uit je kop gaat. Dat is ons dus nu gelukt. Dankjewel. Nou, we gaan terug. Wat is er gebeurd namelijk? Het is maandag 20 september 1999, rond 9:30 in de avond. De 29-jarige Johanna en haar man Patrick die maken in Appelscha hun dagelijkse avondwandeling om hun hond uit te laten. Dat is een vast ritueel, doen ze met z'n tweetjes. Het is trouwens een tekkel, Carrie. Een kleine tekkel. Nou, ze gaan met z'n tweeën naar buiten, kort wandelingetje. Laten dan altijd hun 3 jonge dochters thuis, die liggen al in bed. En als ze na een klein kwartiertje weer thuiskomen, dan horen ze buiten al hun middelste dochter huilen. Nou, vader Patrick die checkt even bij die 2-jarige dochter. Die gaat daarna weer naar beneden. Sluit ze de boel af om daarna weer naar boven, naar bed te gaan. Maar weer boven doen die ouders dan een dramatische ontdekking. Het ledikantje van hun net 1-jarige dochter, baby Rizanne, is leeg. En Rizanne lijkt te zijn verdwenen. Nou, ze kan nog niet lopen
En het is onmogelijk dat ze zelfstandig uit het ledikantje is gekropen. Dus ze moet volgens Johanna en Patrick uit die woning zijn ontvoerd. Nou, ze bellen natuurlijk meteen iets voor 10 uur de politie dat Rizanne is verdwenen. En dat nieuws gaat dan ook snel rond. Hè. In no time staan familieleden, buurtgenoten van de beide ouders op de stoep. Die gaan allemaal helpen zoeken, die komen hun steun betuigen. Ook een goede vriendin van Johanna, Angelique, die komt met haar man Jelle vanuit het nabijgelegen Waskemeer naar Appelscha. Help ook mee zoeken. Nou, de politie is ook aanwezig. Je kan je voorstellen, lekkere drukke boel op de plaats delict. Ze starten een zoekactie. En aan de achterzijde van de woning, daar zagen ze een tegelpad met daarnaast een ongeveer 60 centimeter brede sloot. In die sloot, nou, daar staat een heel klein laagje water, ongeveer 20 centimeter. Die agenten die lopen het tegelpad af en na ongeveer 35 meter doen ze echt een vreselijke ontdekking. In die sloot ligt het lichaampje van Rizanne, voorover in het water met het gezicht omlaag, verdronken. Nou, dat is natuurlijk je reinste nachtmerrie. Het was inmiddels 10:50 in de avond, ruim een uur na het telefoontje, en één ding is meteen duidelijk. Rizanne kan onmogelijk met haar trappelzakje aan zelf uit het bedje klimmen en naar de achterkant van het huis lopen of kruipen. Ofwel, Rizanne is daar gewoon door iemand neergelegd. Ja, het kwam bij mij ook wel binnen, maar dat komt misschien omdat ik zelf vader van 3 dochters ben. Maar dat was dan nog een extra dimensie, maar natuurlijk allemaal van die kleine hummeltjes. En dan gebeurt je dit. Ongelooflijk. Ja. En even dit gezin, we hebben het inderdaad over Johanna en Patrick. Ze zijn allebei 29 jaar. Ja, ik denk gewoon een gezin wat zijn handen vol heeft aan die kinderen. Ik kon eerlijk gezegd ook verder niet heel veel vinden wat ze voor de dagelijkse kosten deden op dat moment. Ik weet natuurlijk wel waar ze woonden, want dat was in Appelscha. En dan hebben we het over een wijk dat ligt in Appelscha Middenwest. Maar ja, dat hele Appelscha heeft 5000 inwoners, dus al bijzonder dat er ook een wijk is Middenwest. Maar dan gaat het om straten zoals de Bovensteegde, de Marssteegde, de Solstede. Het is een wijkje waar je een aantal blokken van woningen hebt. Dat zijn er meestal 4 gekoppeld in dit geval. En dan is daarnaast weer een tweede blok van 4 woningen. En daartussendoor loopt dat pad wat Carrie al beschreven heeft. Ja, een soort steegje loopt er tussendoor. Ja, het is een steeg. Komt uit op het pad. Ja. Je komt via de steeg op een pad wat achter die 2 huizenblokken langs loopt. En daaraan grenst, of althans parallel daaraan, ligt dus die, ja, ik zou het bijna toch een greppel willen noemen. Een heel klein laagje water, een talud van een centimeter of 60. Ja, gewoon een klein waterdingetje. Niet een hele grote brede sloot waar je in kan zwemmen, zullen we zeggen. Het is wel goed dat je dat zegt, dat talutje. Dus het ligt op een soort verhogingje dat afrolt op die sloot. Ja, precies. Nou ja, Carrie zei het al even. Rep en roer bij iedereen. Het is natuurlijk niet zo groot Appelscha. En ja, deze wijk met woningen uit de jaren 70. Het is in 1974 gebouwd. Het zijn allemaal eensgezinswoningen van ongeveer 100, 120 vierkante meter. Ja, je kunt je best wel voorstellen dat iedereen daar elkaar een beetje in de gaten houdt. Best wel behoorlijke sociale controle. Dus ja, niet vreemd dat iedereen op het moment dat dit nieuws bekend wordt in rep en roer is en naar het huis van deze familie komt. Ja, er wordt nog sexy gepleegd natuurlijk op het lichaam van de kleine baby. En ze is inderdaad overleden door verdrinking. Geen andere doodsoorzaak, in ieder geval niet aanwijsbaar. Johanna en Patrick zijn natuurlijk ook verhoord. En het verloop van de avond volgens de ouders is dat Patrick samen met Johanna rond 7:15 zijn 2 oudste dochters naar bed heeft gebracht. Die meisjes vielen heel snel in slaap. En rond 8:30 werd ook baby Rizanne in haar trappelzakje in een ledikantje gelegd. En dan moet je bedenken, zij ligt op de eerste etage met de 2 zusjes aan de achterkant van de woning. Zoals gebruikelijk, wat we net zeiden, liet ze daarna hun hond uit. Dat gebeurt tussen 9:30 en 10:00. Ongeveer een kwartiertje. Ze weten het niet precies, maar ze schatten in dat ze rond 9:50 thuis kwamen. Daarvoor kwamen ze op straat nog een buurman tegen. Johanna heeft even de hand opgestoken. En buiten, inderdaad, voor het huis hoorden ze hun dochtertje huilen. Dus dat is inderdaad een beetje hoe die avond is verlopen. Ja, dan wordt natuurlijk een grote grondig buurtonderzoek en technisch onderzoek gedaan. Ja, en er zijn natuurlijk wel wat mensen die iets gezien zouden kunnen hebben. En de belangrijkste is eigenlijk de overbuurman. Dennis, die heeft die avond nog een vrouw gezien, ja, die toch volgens hem min of meer uit die steeg kwam. Hij was zelf nog even in de auto aan het rommelen aan zijn radio, nog even de zenders aan het instellen.
Hij heeft het een beetje schuin van achter gezien. Nou, hij zal in ieder geval later een hele belangrijke getuige blijken te zijn. Ja, en hij heeft ook nog Patrick en Johanna voorbij zien. Heeft hij ook nog even naar gezwaaid? Ja. Want ja, ik geloof wel dat het zo was dat dat zo'n gewoonte van ze was, dat de hele buurt ongeveer wel bekend was met het wandelingetje van Patrick en Johanna met hun tackle. Ja, er worden natuurlijk nog meer mensen verhoord. Maar het is wel dat, wat je zei, het is een belangrijk getuige. Want je moet je voorstellen, dus rond 10 uur in Appelscha op straat daar, er zijn niet heel veel mensen op dat tijdstip op straat. Dus ze hebben dus inderdaad een vrouw gezien. Ja, nou, het viel mij later nog op, maar er komen nog op dat er nog wel wat mensen her en der op straat rondliepen. Ja, maar niet veel. Nee, het is natuurlijk niet een drukte van je Delft op dat tijdstip. Je kon volgens mij wel een speld horen vallen op dat tijdstip. Maar die vrouw inderdaad die gezien werd, nou, Patrick en Johanna zijn verder verhoord. En Patrick die verklaart ook meteen dat hij Johanna's vriendin, Angelique, die hadden we net al genoemd, hè, die was met haar man Jelle uit Waskemeer gekomen. Dat was zo'n 15 kilometer daar vandaan. Ja, die verdenkt hij enigszins. En ook Johanna zelf zit er niet helemaal lekker. En wat is dan de reden dat ze deze Angelique verdenken? Nou, waarom denken ze aan die vriendin Angelique? Die had die avond rond 21:15 nog gebeld. Dat was natuurlijk al op het moment dat Johanna en Patrick hun dochter kwijt waren. Dus ja, Johanna die had nog gezegd, joh, ik heb geen tijd en onze Rizanne is weg. Had Angelique gezegd, ja, dan moet je buiten zoeken. Waar dan? Ja, buiten, had Angelique geantwoord. Ja, dat was natuurlijk wel een opmerkelijke timing voor zo'n telefoontje. Nou, en het was een zeer ongebruikelijk tijdstip, want meestal ligt Angelique dan in bed. Die belt eigenlijk nooit zo laat. En Angelique had de afgelopen tijd ook een paar keer geïnformeerd naar het uitlaatpatroon, hè, van de hond. En de volgende ochtend heeft Angelique om 8:56 in de ochtend naar Johanna en Patrick gebeld. Wat ook eigenlijk een heel dubieus telefoongesprek is geweest. Vertellen ze wel meer over. En ook de broer van Johanna die vertelt aan de politie dat Angelique zo'n vreemde blik in haar ogen heeft. Ja, misschien maar eens goed om even iets meer over deze Angelique te vertellen. Zij is op dat moment ook 29 jaar. Ze heeft 2 broers. Ze heeft een LBO-opleiding gehad, nog gevolgd door MBO. En ze werkte in de thuiszorg. Ze heeft wel een beetje roerig verleden, viel me op. Ze heeft tot eind 89 nog bij haar ouders gewoond. Ze heeft dan krijgt ze een relatie. Dan las ik ook nog over iets dat het helemaal niet goed met haar ging. Misschien wilde ze een zelfmoordpoging doen. Het klinkt niet goed. Ze is weer bij de ouders gaan wonen. En uiteindelijk trouwt ze in 1995 met een man waarvan ze ook zwanger raakt. Maar waar ze helaas een miskraam van krijgt. En dat heeft misschien ook nog tot gevolg. Ze gaan in ieder geval in 1996 alweer scheiden. En zelf verhuist Angelique dan naar Drachten. Daar leert ze dan haar man Jelle kennen. Hij is wel 7 jaar ouder dan zij. Maar het positieve is dat in september 1998 bevalt ze van een zoontje. En dat is ook het moment dat ze gaan verhuizen naar Waskemeer. En daar hebben ze een familiebedrijf. Als je wat geluiden hoort, dan is het de hond die even een vlieg van zijn staart afslaat. Die hebben we hier ook. Maar ze verhuizen naar Waskemeer. Maar ja, het droevige is dat net geboren zoontje sterft al op 7 maart 1999. Oorzaak, wat is het? Wiegedood misschien, dat is natuurlijk iets wat vaak genoemd wordt bij jonge kinderen als die overlijden. Ze gaan toch nog trouwen met elkaar, dat is een versoberd feest. En het positieve is dan weer dat zij al vrij snel weer zwanger wordt. Het is zelfs zo dat Angelique al 5 maanden zwanger is op het moment dat dit allemaal gebeurt. Ja, en Angelique en een man die hebben natuurlijk reden om naar Waskemeer te verhuizen. Want die familie heeft daar, heel mooi, een wormenkwekerij en een groothandel in siervissen. Dus die hele familie die werkt daar. Hè. De broer, de man van Angelique werken hier, net als haar ouders, haar schoonzus, zijzelf. Een echt familiebedrijf zou je het wel kunnen noemen. Toch wel heel mooi, gezellig. En ze wonen er ook allemaal in de buurt. Ja, die ouders die wonen naast die wormenkwekerij. Haar broer woont zo'n 300 meter verderop. En Angelique die woont aan de overkant van het bedrijf. Ja, daar zit een weg en een watertje tussen. Ja, er loopt nog iets tussen. Maar het is wel belangrijk voor dit verhaal, want het gaat erom dat je eigenlijk vanuit het huis van die ouders en uit het huis van Angelique, dat je direct zicht op elkaar hebt. Dus je kan elkaar zien. Ja, deze mensen kunnen elkaar redelijk goed in de gaten houden. Ja, dus Angelique is verdacht in de ogen, hè, van Johanna en Patrick, dat hebben we net al verteld. Maar ook in de ogen van het onderzoeksteam.
Want Angelique, zo denken zij, is volgens hun in de war, hè, door het verlies van haar zoontje. En nou, wat we net al zeiden over het telefoontje de volgende dag om 8:56. Ze had Patrick aan de telefoon en ze vroeg of Rizanne inmiddels gevonden was. Nou, Patrick had inderdaad ja geantwoord. Maar, zo zei hij, ze is overleden. Nou, Angelique vroeg toen of diegene ook bij die andere dochter boven was geweest en of ze al vingerafdrukken hadden gevonden. Nou, dat is wel redelijk opmerkzaam, toch, dat je dit vraagt. Ze is wel heel erg geïnteresseerd in de opsporingsmethodiek. Ook nog even gevraagd of er gezocht is met een speurhond. Voor de rest had gezegd, nou, je moet wel gestoord zijn als je zoiets doet. Waar Patrick heel logisch antwoordde, nou, het moet iemand zijn die gewacht heeft en bekend is met de situatie. En toen had Angelique gezegd, ja, want het is aardedonker bij jullie achter het huis. Maar Patrick, die had tijdens het gesprek niet verteld dat Rizanne was gevonden achter dat huis. Dus het was eigenlijk een heel vreemd gesprek. Nou, het is allemaal zo vreemd dat uiteindelijk volgt er aanhouding van Angelique. Ze wordt 3 dagen nadat het gebeurd is, wordt ze al bij de kapper, wordt ze gearresteerd. Ja, er is, wat Karin net al zei, er zijn een aantal elementen en er komen er nog een paar bij, want ze zou misschien kunnen beschikken over de sleutel, et cetera. En dan natuurlijk de buurman, de overbuurman die ik al genoemd had, die had een vrouw zien lopen. Ja, alles lijkt te wijzen naar Angelique. Nou, dan zijn we ook wel benieuwd naar het verhaal van Angelique zelf, hoe haar avond eruit zag. Nou, die maandag. Die maandag is haar man Jelle. Die gaat bijna iedere maandag onderweg met ladingen in zijn vrachtwagen. Die werkt voor die wormenkwekerij natuurlijk. Die zou die avond later weer thuiskomen om die lading te lossen. Angelique is die avond alleen thuis en die gaat rond 7:00 nog even naar het graf van haar overleden zoontje. Dat is in Bakkeveen, zo 5 minuten rijden. Rond 8:00 is ze weer thuis en 10 minuten later belt haar man die haar vertelt dat hij tussen 9:30 en 9:45 thuis zal zijn. Zelf belt ze nog even 9:15 met de vader. Dat is een gesprek van maar een minuutje. Dus we weten zeker dat Angelique om 9:15 nog thuis was in Waskemeer. Ja, want ze hebben uiteindelijk de printlijsten van die telefoons hebben ze gecheckt. En dat is natuurlijk gewoon hard bewijs. Ja, alleen niet zo handig van Angelique. Die had zelf in het forum met de politie een foutje gemaakt. Want die had gezegd dat die telefoontjes waren gepleegd om 9:45 en om 9:30. Ja, en dat zijn natuurlijk gevoelige tijdstippen. Want dat zijn natuurlijk de tijdstippen waarop het min of meer gebeurd zou moeten zijn. En dan lijkt het natuurlijk alsof zij zichzelf daarmee een perfect alibi zou willen geven. Ja, maar ja, dus is dat bewust of is dat... He, is dat bewust dat ze dat wil of is dat gewoon dat ze die tijden door elkaar haalt? Dat is natuurlijk eventjes de vraag. Nou, die man van Angelique komt inderdaad, zoals hij eerder aangekondigd heeft, om 9:45 met de vrachtwagen bij het bedrijf aanrijden. Op dat moment loopt Angelique's vader naar het raam. Die ziet en zegt ook tegen zijn vrouw dat Jelle, haar man, terug is en dat hij Angelique naar Jelle ziet zwaaien. Wat ik mooi vond, ze houden elkaar dus daar allemaal in de gaten. Ja, maar ze helpen ook elkaar allemaal. Ja. Het laden en lossen. En dat tijdstip is ook hard, want dat bewijst de tachograaf. Dus 9:45 kwam die vrachtwagen terrein op. Ja, de tachograaf is dat apparaat dat de snelheid van de vrachtwagen meet en vastlegt. Precies. Nou, ook die broer van Angelique, die is om 9:45 op het bedrijventerrein inderdaad om te helpen lossen en laden. Die ziet dan aan de overkant het licht aangaan op die bovenverdieping bij het huis van Angelique. En het knappe is, hij kan het zich zelfs herinneren dat hij op zijn horloge keek en zag dat het 9:45 was. Maar hey, dit zijn de familieleden, je vertelde het al, die hun dochter en zus graag in bescherming nemen. Dus je vraagt je inderdaad af hoe betrouwbaar zijn die vader en broer van Angelique als getuigen. Politie gaat trouwens nog uit van het idee dat Angelique een tijdschakelaar heeft gebruikt om het licht dus om 9:45 aan te laten gaan, terwijl ze zelf dan niet thuis is. Ja, ze proberen natuurlijk een verklaring te zoeken. Ja, het zou heel slim zijn van haar, ja. Nee, wat interessant is, Angelique, haar verklaring is dat ze door een kier van de gordijnen kijkt of haar man komt aanrijden. Ja, ze had een telefoontje gehad dat hij er rond 9:30, 9:15 zou zijn. Maar ze blijkt ook iets te verbergen te hebben. Overigens zegt ze in eerste instantie dat ze kijkt naar een film op RTL, Broken Reality. Heb je hem gezien? Ik heb hem niet gezien, jij wel? Nee. En dat was een hele emotionele film. En dat zou dan de verklaring geweest zijn dat ze daarom Johanna op dat tijdstip heeft gebeld. Ja, die heeft iets over 10 gebeld, hè? 10:10. Ja, maar later verklaart ze dat het iets anders is. Ze was namelijk met een pandabeer en de babykleertjes aan het spelen van haar overleden zoontje. Ze had er nog emotionele herinneringen aan. Best heftig. Ja. Ja, ze vertelt dat ze me nog luiers omdeed en een slabbetje bij die beer. Nou ja, in ieder geval, ze gaat weer naar beneden. En ze
Ja, ze ziet haar broer nog even langs fietsen. Ja, precies. De broer fietst ook door die straat. Dat is rond 9:30, denk ik. 9:45 ging ze naar boven, deed ze het licht weer aan. Ja. Dat is in ieder geval haar verhaal. Dat is dus wat de reden zou zijn dat dat licht op dat moment aangaat. Ja, en als ze dan inderdaad rond 9:50, 9:45 met Johanna belt... En hoort dat Rizan is verdwenen... dan rijdt ze dus meteen met haar man naar Appelscha. En dan de buurman, die ziet hun om 9:30 wegrijden. Of het is niet de buurman, die woont iets verderop, maar de weg is daar... Het is een beetje opgebroken, dus ja. Die auto die staat niet helemaal bij het huis, maar iets verderop. Bij een andere man voor het huis, die ziet ze om 10:30 wegrijden. En dit is dan zeer belangrijk in het onderzoek. Deze buurman van Angelique doet dan een hele opvallende mededeling. Hij zegt namelijk dat de auto, dat is een groene Skoda Felicia combi... dat hij de hele avond daar gestaan heeft. Dus voor 10:30 is er niemand met de auto weg geweest. Ja, en hij weet dat omdat hij de hele avond op de bank heeft gezeten. En dat is ook iets wat zijn vrouw bevestigt. En de auto van de ouders die stond achter slot en grendel in een garage. Dus dat kon haar vervoer niet geweest zijn. Dus de vraag is eventjes... Nou ja, ze weet het helemaal, want zij wonen dus in zo'n woning. Als daar een auto voor de deur staat, dan heb je dus als je wegrijdt... dat die achteruitrijlichten van die auto's recht je kamer binnenschijnt. Je kan er wel iets bij voorstellen. Weet je, dat je meteen verblind wordt, want er gaat een auto weg. Dus zij merken het ook meteen als daar een auto aankomt of wegrijdt. En ze hebben dat gereconstrueerd, hè, de politie. Het verhaal blijkt ook echt te kloppen wat die lichten in die woning betreft. Ja, en uiteindelijk gaat het natuurlijk om de volgende tijdlijn. We hebben natuurlijk het tijdstip van 2046... waarop zij met haar vader een telefoontje heeft gepleegd... waaruit blijkt dat ze op dat moment in Waskemeer was. En we hebben natuurlijk het telefoontje van 9:14... en sommigen denken dat het 9:09 was, aan Johanna. Dat zijn de twee vaststaande tijdstippen. En dan gaat het natuurlijk om wat er in die periode, en dat zijn dus 88 minuten bij elkaar. Wat kan er in die tijd gebeurd zijn? Nou, zo wordt er een reconstructie bijvoorbeeld gedaan om te kijken hoe lang het rijden is van Waskemeer naar Appelscha. Nou, ik heb het al gezegd, het is 15 kilometer. En er zijn ook vele wegen die naar Appelscha leiden. Dat blijkt vanuit Waskemeer. Vanuit Waskemeer. En ze hebben daar allerlei routeplanners voor gebruikt. En ja, daar komt een tijdspanne uit tussen de 17 en 23 minuten. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden, ja, hoe hard je rijdt. Een hele snelle die het in 14 minuten en 51 seconden deed. Ja, dat was een snelle politieagent die dat als test deed, want ze hebben het niet door Angelique zelf laten doen. Want ja, die zou dan ongetwijfeld heel rommelig en langzaam gaan rijden, dachten ze. Nou, het tijdspanne geeft al aan dat het best mogelijk is om heen en weer te rijden naar Appelscha. Dat zou gewoon in theorie kunnen. Ja, je moet er wel bij zeggen, degene die het gedaan heeft, die heeft tot 9:30 minimaal moeten wachten tot Johanna en Patrick buiten waren. Dus ja, je kan 9:15 wegrijden. Dat maakt nee, je moet ook precies op het goede tijdstip aankomen. Op 9:30 moet je dus weer doorrekenen dat je dan dus die minuten erbij optelt. Ja. Nee, en dat... Dan nog is het in theorie mogelijk. Maar je neemt inderdaad heel veel risico's dat je te laat aankomt, want je moet dus op tijd zijn. Dan moet je nog uit het zicht blijven. Dus het is niet zomaar gezegd dat het allemaal perfect op elkaar aansluit. En dan moet het nog ook allemaal binnen de tijd plaatsvinden. Ja, het pleit in ieder geval niet voor Angelique. Dat onderzoeksteam gaat dan ook verder. Het ziet er helemaal niet goed uit voor haar. Want haar vader, haar broer, moeder, schoonzus, die worden allemaal verhoord over die volgende ochtend van 21 september. En dan is het zo dat het rechercheteam Angelique van dadenkennis beschuldigt. Want wat is het geval? De ochtend na die verdwijning en dood van Rizanne, dus die dinsdag 21 september, is ze 's ochtends rond 8:30 naar haar werk gegaan. En daar had ze bij die wormenkwekerij om 8:30 al aan haar broer verteld dat Rizanne dood was. Nou, dat is natuurlijk heel apart, want pas om 9:06 heeft ze met Patrick gebeld en toen pas had ze te horen gekregen over die dood van Rizanne. Ja, dus dat zou dan informatie zijn die ze alleen maar als dader gehad zou kunnen hebben. Ja. Als alle tijdstippen kloppen. Nou, van het belletje klopt de tijdstip, want dat is vastgelegd. Maar de vraag is, wanneer vertelt nou iemand wat? Ja, en ze schijnt het ook nog aan een schoonzus verteld te hebben om 9:15. Maar daar zei ze niet de dood van Rizanne, nee, maar alleen dat ze verdwenen was. Dus dan zou het raar zijn dat ze tegen de ene vertelt dat ze dood is en tegen de ander dat nog niet geweten zou hebben. Ja, maar toch, de politie vindt het eigenlijk wel een keihard bewijs van dadenkennis. Dus
Nou ja, dan gaan we maar door met het spooronderzoek. Levert niet heel veel op. Maar ja, een paar peuken in de tuin van de overburen. Hè, dat was dan blijkbaar de best denkbare plek om de voordeur van Patrick en Johanna in de gaten te houden. Nou, die uitgedrukte peuken zijn veiliggesteld. Ze blijken overigens wel van een man te zijn. En ik denk dat we er later nog even op terugkomen. Het is overigens zo dat Angelique zelf niet rookt. Ze is astmatisch. Ze gebruikt ook af en toe een inhaler. Maar eigenlijk heel weinig tastbare bewijsstukken. Ja, een paar uitgedrukte peuken die hier en bij die sloot zijn schoenafdrukken gevonden, maar die hebben ook niks opgeleverd. Dus... Nee, en ze hebben nog ergens een vingerafdruk gevonden, maar die bleek van een politieagent te zijn. Nou, ze gaan dan verder met het buurtonderzoek. Er worden ook twee getuigen ondervraagd die rond het huis van Johanna en Patrick zijn geweest tussen 8 en 10 in die avond. En die hebben een groene auto gezien. Ja, een donkere stationcar met dakrail. En dat zou dan eventueel de auto van Angelique en Jelle geweest kunnen zijn. Ja, nog even voor de duidelijkheid. Het gaat hier dus om die groene Skoda die dus tot 10:30 in Waskemeer geparkeerd heeft gestaan. Volgens de buren daar. En daar dus nooit tussen 8 en 10 heeft kunnen zijn. Anyway, de getuigen die inderdaad die Appelscha die auto hebben kunnen zien. Ja, dat is heel leuk. Die hebben dan een soort Oslo-confrontatie. Met auto's door de buurt? Ja, om de minuut komt dan een groene auto de straat binnenrijden. En dan moeten zij zeggen, is het wel of niet die auto die ze gezien hebben? Nou, het is vrij bijzonder. Ze geven eigenlijk aan dat het een paar auto's geweest zouden kunnen zijn. Maar zeker niet die Skoda. Okay. Maar uiteindelijk is die confrontatie met die auto's niet echt steekhoudend. Het is overigens zo dat het om die twee mensen gaan die bij elkaar op bezoek waren. Dus die beïnvloeden elkaar volgens mij ook een beetje in die test. Belangrijker nog, er was een directe buurman die om 9:30 thuis kwam met zijn fiets. En dus door dat steegje tussen die huizenblokken door met de fiets aan de hand gelopen is. Ja, dat is eigenlijk ongeveer de plek waar de dader ook zou moeten zijn op dat moment. Die is niemand tegengekomen. Dat is best bizar. Dat is echt op dat tijdstip helemaal niets daar gezien hebben. Maar ja, dan komen we weer bij de, ja, volgens de officier van justitie, stergetuige. Ja. De buurman, Dennis. Ja, dat was die man die in de auto zat met zijn autoradio aan het rommelen was. Die ook naar Johanna en Patrick had gezwaaid. Hè. Die had gezien dat ineens van achter een vrouw kwam langslopen. Die had hij schuin van achteren gezien. Dat zou dan Angelique geweest kunnen zijn. Het toeval wil dat een uur later, nadat hij haar had gezien, allemaal mensen dus buiten bij het huis verzameld hadden om te helpen zoeken. En dat hij toen in gesprek kwam met de vrouw. En dat was dus Angelique. Die had het even over speurhonden. En op dat moment herkende hij haar niet. Dat best wel apart is, toch? Dus je zou kunnen zeggen, hij heeft een vrouw uit de steeg zien komen, maar niet goed gezien. In ieder geval niet goed genoeg gezien om haar later te kunnen herkennen. Of het was Angelique überhaupt niet die uit de steeg kwam. Nee, nou, ze gaan deze Dennis 7 keer verhoren. En dat begint dus al op die avond zelf. En dan gaat het ook om... Hij heeft er van achter gezien. Eerst zegt hij dat ze donkerblond haar heeft tot over haar schouders. Dat het een iets wat gezette vrouw is van 1,65 meter, 1,70 meter. Een rode jas aan heeft. Maar ja, later heeft hij het weer over dat ze een t-shirt aan heeft met groene kleuren en iets roodachtigs. En op een gegeven moment denkt hij zelfs dat ze misschien een pruik gedragen heeft. Want ja, hij heeft haarspeltjes gezien. Dus ja, zijn verklaringen die zijn nogal wisselend. Ja, ik vind het ook mooi. Hij wordt ook geconfronteerd, hè, met het feit waarom hij die eerste en die tweede vrouw, hoe hij die twee met elkaar in verband heeft gebracht. Want eerst heeft hij dat niet gedaan. En pas later, toen ik er goed over na ging denken, was dat bij hem opgekomen. Ja, en hij is natuurlijk aan alle kanten beïnvloed door al die mensen die dat erover hadden op dat moment. En ze hebben bij hem ook een... de Friese politie had er nog niet zoveel ervaring mee met de Oslo-confrontatie. En uiteindelijk wilde Angelique daar ook niet aan meewerken. Hè. Dat is zo'n line-up van een aantal mensen. Dus ze hebben het uiteindelijk met foto's gedaan. Hij heeft inderdaad wel de foto eruit gepikt van Angelique. Ja, maar dat is ook logisch, want hij heeft daarna met haar gesproken. Ik wou dat zeggen. Speurhonden, dus. Ja, dus hij had er ook gezien. Ik vind het altijd blijft bijzonder knap dat je herinnering een maand later, dus dan na het 7e verhoor, dat na een maand later je herinnering beter lijkt te zijn dan een dag na de gebeurtenis. En ook heel knap dat je bij straatverlichting zo waanzinnig goed kan waarnemen. Hè? Zelfs
kun je zien dat iemand een pruik op heeft. Ja, volgens mij heb jij misschien al wel een studie van die rode jassen gemaakt. Ja, ja, over die jassen. Ja, die rode jassen. Nou, ze zijn bij Angelique thuis op zoek gegaan naar rode jassen. En daarbij hebben ze 4 rode jassen. Ik weet niet hoeveel rode jassen jij hebt. Ja, was ook een paar van mijn man, hè. Waren niet allemaal haar rode jassen. Dan nog, hoeveel rode jassen heb jij in je huis hangen, Eddie? Eentje. Eentje. Nou, ze hebben 4 rode jassen. Ze hebben ook nog een groene meegenomen. En op een van die rode jassen, dat was de winterjas van Johan, daar zat een witte vlek op. En dat zou dan eventueel spuug van Rizanne kunnen zijn. Dus die vlek wordt onderzocht. Nu heeft Angelique zelf toevallig ook nog een andere rode jas. En die avond heeft zij die jas in de was gestopt. Dus ook een beetje dubieus. Maar, daar heeft ze een reden voor. Ze zou die week op vakantie gaan. En normaal, als ze op vakantie gaat, neemt ze die jas mee. En dan was ze die van tevoren even. Nou, die jas is ook onderzocht. Dat levert niets op. Die officier van justitie, die maakt hier gebruik van. Hè? Die denkt heel handig, hey, 1 jas met de vlek, 1 jas in de was. Dus die zegt, dat is heel belastend. Maar ja, hoe belastend is het als het over 2 verschillende jassen gaat? Er komt uiteindelijk dus ook niets uit die rode jas. Nee, het bleek ook dat op 1 van de jassen de vlek al weg was toen de jas bij het NIV aankwam. En dat was waarschijnlijk niet goed uitgespoeld waspoeder. Maar je kunt ook bedenken dat als je van kwade zin bent, ga je dan een rode jas aantrekken. Zou je ook nog kunnen afvragen of dat... Ja, dat had ik hier ook staan. Ja, wie gaat nou, als jij inderdaad dit wil doen, dan trek je toch nooit een rode jas aan? Nou, interessanter misschien nog van hoe heeft de dader toegang gekregen tot het huis? Ja, er zijn geen braaksporen. Nee, en Johanna en Patrick gingen zelf de voordeur uit. En die hebben zich gewoon achter zich dicht gedaan voor de wandeling met de tackle. En ja, de achterdeur, ja, dat weten ze niet helemaal meer precies. Het kan zijn dat hij niet op slot was. Hij herinnert zich nog wel, Patrick, dat hij hem nog gecheckt heeft. Maar dat kan zijn om even te kijken, van zit hij echt vast? Of hij heeft hem misschien nog op slot gedaan. Ik denk zo'n dorp als Appelscha, helemaal 1999. Want je liet je achterdeur gewoon af en toe open als je even 10 minuten weg was. Ja, ik snap dat helemaal. Ja. Maar er waren wel mensen die daar wat van vonden. Ja. Het was wel bekend, gezin met 3 kleine kindjes, doet een wandeling met de hond en laten die achterdeur wel eens open. Dus het was iets. Er was natuurlijk een ander heikelpunt. We hadden het net al over die voordeursleutel van Johanna. Die was sinds 15 september kwijt. En dan hebben we het over 5 dagen voor de moord op Rizanne. En toevallig was Angelique 2 dagen daarvoor op bezoek geweest, 13 september. Na die 13e is Johanna ziek geworden. Die heeft die sleutel niet meer gebruikt tot de 15e, dus ook niet gemist. Dus 1 en 1 is 2. Volgens Johanna en Patrick en de politie heeft Angelique die sleutel meegenomen. Ja, maar ja, er zijn natuurlijk veel manieren om een voordeursleutel even kwijt te raken. Dit verband is wel heel makkelijk gelegd. Er waren ook veel meer mensen op bezoek geweest, hè, die dagen dus. Ja. Nou ja, het buurtonderzoek, het viel me op. Het is een wijk met in het totaal 247 huizen. En het is ook wel een wijk met veel sociale controle. En het bleek ook dat gewoon de meeste mensen waren gewoon thuis die avond. Niet zo raar, maandagavond, 9:45. Een paar plekken waren de huizen leeg. Maar ja, ze hebben die mensen allemaal wel aangebeld. Maar ze hebben toen uiteindelijk 49 mensen niet aangetroffen. Zijn er ook nooit teruggekomen. Er waren misschien ook wel mensen bij die wel iets interessants te melden hadden kunnen hebben. Ja, er zijn wel meldingen gemaakt van 2 witte auto's die door de straten reden, bijvoorbeeld. Ja, allemaal niet helemaal tot in de detail uitgezocht. Ik verbaasde me daarover. Ja, waar ik mij over verbaasde is dat huis, dus na die melding loopt dat huis vol. Hè? Dus buren, vrienden, familie, iedereen komt helpen. Al voordat de politie überhaupt was gearriveerd. Een hele rommelige bedoeling op plaats delict. En je zou dus denken, als de politie eraan komt, dan zetten ze die boel meteen ruim het lint af. Stuurt iedereen die er niet hoort weg. Nou, maar dat hebben ze helemaal niet gedaan. Nee, iedereen liep door het huis. Angelique beweert zelfs dat ze naar boven is geweest nog. Er was wel een politieagent aanwezig, maar die heeft de boel eigenlijk helemaal niet goed in de gaten gehouden. Nou, dat is nog wel belangrijk. Want waarom zou Angelique zeggen dat ze naar boven is geweest? Het zou natuurlijk 2 redenen kunnen hebben. Of ze is daadwerkelijk naar boven geweest. Of ze wilde doen alsof, zodat als haar sporen daar gevonden zouden worden, dat ze kan verklaren, ja, ik ben toen daar 's avonds nog naar boven geweest. Dat is natuurlijk wel even de 2 kanten van dat verhaal. Alleen, uiteindelijk heeft ook niemand haar gezien daar. Het was rommelig. Politieagent zette de trap af, maar liep zelf weer andere kant op. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje chaotisch daar geweest. Ja, en ik kan je ook al verklappen, kleine spoiler, er is geen DNA van haar gevonden boven. Nee. Ondertussen, Angelique zit vast en ik had al gezegd, ze is zwanger. En tegen die tijd is ze hoogzwanger.
Ze is in die periode 45 keer verhoord. Ze blijft stug ontkennen. Maar ja, ze proberen haar in al die verhoren toch te breken. Ze gaan zelfs verder. Ze gaan een infiltrant inzetten. Dat is een politievrouw die zich voordoet als medegedetineerde. En een paar keer als ze op gevangenentransport zijn, dan koppelen ze die dames aan elkaar. Ja, dat levert eigenlijk helemaal niks op. Ook weer lekker veel getapt, hè? Ja, eindeloos getapt. De hele familie, elke telefoon ook van het bedrijf. Ik kwam nog een feitje tegen dat wij dus op 1 of 2 na het meest tappende land ter wereld zijn. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Maar ik vind die telefoontaps, daar komt toch wel vaak wel iets uit. Ja, nou, ook dit levert in deze zaak helemaal niets op. Nou, dat ene kleine elementje dat ze het over de pandabeer heeft gehad. Ja, ze heeft uiteindelijk verklaard dat ze die avond dus met die pandabeer bezig was en die weer in een doos had teruggestopt. En toen heeft ze in een van die gesprekken tegen volgens mij haar broer of tegen haar moeder gezegd, ja, zorg dat er op die pandabeer wel wat sporen van een luier zijn, want ik heb gezegd dat ik een luier omheen heb gedaan, maar ik heb later die, wat had ze, de beer weer schoongemaakt of zo. Ja, maar dan, je bent in nood, hè? Je bent in paniek, dus je denkt van alles wat ik zeg moet kloppen. Maar dat betekent niet dat je schuldig bent. Ik bedoel, het heeft niet iets opgeleverd qua bewijs of... Nee, ik moest heel erg denken aan de Zaanse paskamermoord, ja. Aan Rob van Zanen, die natuurlijk geconfronteerd werd met het feit dat zijn zaddoek, dat daar het DNA op zat. En die is toen ook gaan bedenken hoe dat dan eventueel gegaan kon zijn. Ja, en daarvan weten we achteraf dat het onomstotelijk bewezen is dat hij er helemaal niets mee te maken had. Maar ja, ik kan me voorstellen, je wordt beschuldigd en je gaat gewoon zoeken. Ja, je gaat zoeken naar verklaringen voor dingen die ze je verwijten. Maar ja, het helpt soms niet. Nee. Nou, ze hebben dus vrij weinig in handen. Maar volgens justitie heeft Angelique dus wel een heel geloofwaardig motief. Want ze heeft, we hebben het er net al verteld, ze heeft haar eigen zoontje verloren. En volgens de politie moet dit dan, die dood van haar eigen kind en die dood van Gisanne, dat moet eigenlijk, iets met elkaar te maken hebben. Dus er wordt contact opgenomen met een kinder- en jeugdpsychiater. Dus dat is iemand die een rapportje gaat schrijven in opdracht van de rechtercommissaris. Nou, die gaat al die processen verbaal door, alle gesprekken met de recherche gaat ze bekijken. Ze onderzoekt Angelique zelf niet, dat is natuurlijk heel vreemd. Maar ze komt wel met een rapport en wat komt daaruit? Zij denkt, deze kinder- en jeugdpsychiater, dat Angelique wel eens het Münchhausen bij proxy-syndroom zou kunnen hebben. Ja, en dat is kort gezegd dat men iemand anders, en meestal gaat het dan om je eigen kind, iets aandoet om daarmee zelf meer in de belangstelling te komen. Maar dat zou dan in dit geval heel vreemd zijn. Want ze doet niet haar eigen kind iets aan, ze doet het kind van een vriendin iets aan en ze komt er niet zelf meer mee in de belangstelling. Nee, het zijn natuurlijk Patrick en Johanna die meer in de belangstelling komen. Dus dat is al een beetje onlogisch. Ja, aan de andere kant, ze heeft natuurlijk wel een verleden met dat kindje. Ja, maar dit is dus wel echt een hele gedurfde uitspraak. Want volgens deze psychiater is er dus een kans dat ze ook haar eerste kindje dus vermoord heeft. En dat ze dus 2 moorden op haar geweten heeft. Ja, dat is feitelijk wat ze natuurlijk impliciet beweren. Ja, zonder echt haar zelf onderzocht te hebben. En die diagnose, die vreemde diagnose, die heeft ook hele grote gevolgen voor Angelique. Ze is dus hoogzwanger. Ze moet dus in januari 2000 onder bewaking bevallen. Ze mag ook geen borstvoeding geven en ze mag zelfs niet eens alleen zijn met haar kind. Ja, dat lijkt me echt... Dat heeft haar advocaat Anker heeft dat ook aangevochten natuurlijk. Nou, en niet alleen advocaat Anker. Er is zelfs een vrouw uit Drachten. Die heeft een hele petitie opgezet om haar uit het penitentiaire ziekenhuis van Scheveningen te krijgen. Die zegt ook, dit is totaal onrechtvaardig wat er met haar gebeurt. Dit kan echt niet. Voor de bevalling moet ze gewoon naar een gewoon ziekenhuis. Zodat het kind later ook niet hoeft te zeggen dat het in de gevangenis is geboren. Dat dochtertje wordt geboren 29 januari 2000... En Angelique is eigenlijk dan de eerste vrouw in Nederland die bevalt tijdens haar voorarrest. Nou, ik hoop dat dat zo blijft, maar dat is natuurlijk gewoon bizar. Ja, dit was in 1999, hè? We zijn 23 jaar verder, dus dat zal waarschijnlijk wel vaker gebeurd zijn inmiddels. Advocaat Anker inderdaad, ja, die zegt dan ook van jongens, dit kan toch niet. Het meisje wordt meteen weggenomen. Hij vecht die kwestie aan bij het medisch tuchtcollege. En hij krijgt dan ook voor elkaar dat toenmalig minister van Justitie, Benk Korthals, dat hij ingrijpt en die houdt het tegen, die scheiding van moeder en kind. Die laat het allemaal opheffen en 21 maart 2000 komen Angelique en haar kindje weer op vrije voeten. Ja, nou, dat zou natuurlijk ook al een beetje signaal kunnen zijn. Hè, want
mensen hebben er toch wel moeite mee dat deze vrouw en haar kind op die manier opgesloten zitten. Aan de andere kant, de familie van Rizanne, ja, die vraagt eigenlijk ook om wat meer aandacht. Want die worden bijna vergeten in dit verhaal. Hè, het lijkt nu op dit moment dat de verdachte een slachtoffer aan het worden is. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk de grootste slachtoffers zijn de ouders van dit eenjarige meisje. Nou, we komen dan bij de rechtszaak halverwege 2000. En daar wordt maar liefst 18 jaar cel geëist, wat ik echt heel fors vind. Ja, zeker. En die advocaat van haar, Hans Anker, ja, die zegt dat hij het langstdurende pleidooi ooit heeft gehouden. 4,5 uur. Hij heeft er alles bij gehaald. Want hij zegt, joh, er is heel weinig bewijsmateriaal. Terwijl de officier van justitie, die noemt haar juist een doortrapte criminele geest. En die zegt, ja, ze heeft misschien die ouders willen straffen voor het feit dat ze een van hun kinderen alleen laten. Ja, ik kan me wel voorstellen dat de emoties hoog opgelopen zijn in die zaak. Ja, en het OM heeft eigenlijk heel weinig in handen. Ik bedoel, ze hebben vrij weinig bewijzen. In ieder geval geen direct bewijs. Het OM die zegt wel dat de dader precies de dagelijkse gang van zaken bij Johanna en Patrick kende. Ze weten exact dat ze iedere avond samen die hond uitlaten en ook nog het tijdstip. En dat de dader toegang heeft gehad tot het huis en daarnaast ook de indeling van het huis kent. Nou, en het motief is niet seksueel, niet gewelddadig. Dus het is alsof die dader de ouders wilde straffen, omdat ze die dochters alleen thuis lieten. En dan zeggen ze dus ook, wie past in dit daderprofiel? Nou, dat is Angelique. Even vergeten dat die hele buurt natuurlijk de indeling van die huizen kende en het uitlaatpatroon kende en toegang tot het huis heeft kunnen hebben met een openstaande achterdeur. Ja, gelukkig komt de rechtbank ook tot de conclusie. En zij wordt dan ook half juli vrijgesproken. Helemaal vrijgesproken. En de verklaring ook is, ja, die stergetuigen, althans volgens de officier van justitie, Dennis. Ja, daarvan, want dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste bewijselement. Ja, die heeft in latere verklaringen heeft hij natuurlijk weer tegenstrijdige dingen verklaard. En hij is natuurlijk ook beïnvloed door de verdachtmakingen die er ondertussen waren tegen Angelique. Ja, ze vinden dat gewoon onvoldoende bewijs. Ja, ik kan me die beslissing wel voorstellen. Ja, ik ook. Maar het OM niet, want die gaat in hoger beroep. Ja, dat doen ze vrij snel. Dat speelt in januari 2001. De eis is dan wel lager, 12 jaar. Nou, en dan gebeurt er toch wel, dat is misschien een beetje spoiler, iets verrassends. Ja, je zou denken, want komt het Hof nou tot een ander oordeel? Want er zijn nog steeds geen sporen van Angelique. Er zijn nog steeds geen getuigen die haar echt daadwerkelijk gezien hebben. Er is nog steeds geen echt motief. Dus wat is inderdaad volgens het Hof dan wel het bewijs? Nou, zij zeggen dat die Dennis, de overbuurman, ja, zij zeggen, ja, die heeft op zich wel geloofwaardig en consistent getuigd. En ja, die herinneringen die hij heeft aan het postuur en de houding. Ja, hij heeft altijd aangegeven dat hij er schuin van achter heeft gezien. Dus dat kan eigenlijk nog steeds wel kloppen. Eigenlijk dezelfde verklaringen worden op een andere manier geïnterpreteerd. Zo zie ik het. Ja, dat is toch raar, hè? Dat zeggen die advocaten van Angelique ook. Dat het gerechtshof datzelfde bewijsmateriaal totaal anders beoordeelt dan de rechtbank. Maar dat het eigenlijk nog steeds geen wettig bewijs is. Dus er is alleen sprake van indirect bewijs. En is ook helemaal niet gezocht naar alternatieve verdachten. Van wie waren bijvoorbeeld die twee peuken in die tuin aan de overkant? Daar ga ik nog steeds even op terugkomen. Ja. Dan moet ik het niet vergeten. Nee, nou ja, het is opmerkelijk. Er zijn geen nieuwe bewijsstukken, er zijn geen nieuwe feiten. Maar, en nou, ik had het al verklapt, het Hof komt wel tot een veroordeling. En deze raadsheren veroordelen Angelique tot 8 jaar gevangenisstraf. Ja, het is ook bizar. Precies op de eerste verjaardag van haar dochtertje, die een jaar eerder geboren is. Ja. Ja. Nou, dat dochtertje wordt dan ook aan de vader overgedragen, die zelf trouwens vindt dat zijn vrouw en dochter bij elkaar moeten blijven. Dus, maar ja, helaas. Misschien even wat over die rechters? Ja, ja, over de raadsheren, ja. Raadsheren bij het Hof. Vertel. De man waar je het meeste over kan vinden, en dat is eigenlijk sowieso wel een redelijk, hoe moet je dat zeggen, spraakmakend figuur, dat is Wieger Wetsinga. En, je bedoelt de rammende rechter? Ja, dat heb ik ook gelezen. Je had er nog een andere naam van gevonden. Ja, dat ga ik zo vertellen. Ga jij maar eerst Dat ga je zo vertellen. Nou, wat was er gebeurd? Deze zaak speelde, en er waren natuurlijk een aantal zittingen in januari 2001. Om precies te zijn 15 en 16 januari. En in het weekend vooraf had deze raadsheer
die had het probleem dat er was aangifte tegen hem gedaan. En dat had zijn vrouw gedaan. En die had gezegd dat hij zo agressief was. Daar speelde dus van alles met deze man. Uiteindelijk is het geloof ik wel weer een beetje in de minne geschikt. Want het ging slechts om haren trekken. En niet om uitgebreide mishandeling. Maar deze Wieger Wetsinga heeft later ook zelf gezegd van ja, was het wel verstandig dat ik op dat moment deze zaak deed? Ja, vind ik toch bijzonder. Kijk, ja, maar hij zegt ook het bewijs was overtuigend en daar sta ik nog steeds achter. Ja, nou. Maar goed, hij werd dus de rammende rechter genoemd. En die naam heeft hij dus zelf verzonnen. Ik zou je vertellen, er stond op geen stijl stond een stukje over hem. En daar werd hij dus in eerste instantie werd hij de rukkende rechter genoemd. Hij heeft toen zelf een brief gestuurd naar de redactie. Heeft hij ingeschreven van, nou, als je me dit toch een bijnaam willen geven, noem me dan maar de rammende rechter. Ja. Ja, en dit is toch. Nou, hij is veroordeeld, hè, tot de taakstraf inderdaad. Een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ja, en jij zei wel dat hij nog steeds overtuigd was. Maar ik heb dan gelezen dat hij zegt de bewijsconstructie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Ja, hij zegt dan waar alternatieve scenario's reëel leken is daaraan aandacht geschonken. En zijn die uitgesloten in de bewijsconstructie. En dan zegt hij zelf of ontlastend bewijs is achtergehouden weet ik niet. Nou ja, ik vind het al met al toch niet zo heel overtuigend. En laten we ook eerlijk zijn, ook rechters, het is mensenwerk. Tuurlijk. Er worden overal fouten gemaakt. Ik las zelf nog iets over de andere twee raadsheren in die zaak. Nou, niet te veel in detail treden. Maar het leek wel alsof precies op dat moment daar drie raadsheren waren bij het Hof. Waar allemaal wat haakjes en oogjes aan zaten. In ieder geval niet ten voordele van Angelique. Nee, het heeft haar niet geholpen. Nou, ze gaat in ieder geval nog wel een cassatieberoep aantekenen. Dat wordt afgewezen, wordt verworpen. 18 september 2001. Ze heeft dus haar straf uit moeten zitten. Maar wat denk jij, Eddie? Schuldig, onschuldig? Nou, kijk, als je denkt dat ze schuldig is, dan baseer je dat op de verklaring van Dennis, de buurman, en het feit dat zij alle eigenschappen heeft. Hè, ze, het tijdstip, ze had er kunnen zijn, ze had toegang kunnen hebben tot het huis, ze wist hoe de indeling van het huis was, en het motief zou dan zijn dat ze die ouders wilde straffen. Maar er waren in die buurt natuurlijk een heleboel mensen die eigenlijk aan die eigenschappen voldeden. En er waren misschien zelfs wel meer mensen die zich stoorden aan het feit dat zij die deur open lieten of even hun kinderen alleen lieten. Ja, en daarbij zijn het allemaal indirecte bewijzen. Ja, dus het zijn geen bewijzen waarop iemand schuldig kan verklaren. Ja, dat vind ik ook moeilijk. En dan kan je natuurlijk kijken van, nou ja, zijn er dan harde bewijzen voor haar onschuld? Ja, dat is natuurlijk het zwaaien, maar ja, dan is het net haar vader die dat ziet. En haar broer ziet dat licht aangaan. Ja, dat zijn dan weer getuigenissen van familieleden. Ja, dan heeft ze gewoon even pech. Dat nee, maakt maar iemand die ziet dat die Skoda de hele avond niet van zijn plek is geweest. Ja, dat vind ik toch echt wel een hele harde alibi-bevestiging. Ja, maar het bewijs daarvan is dan dat zijn vrouw dat bevestigt. Ja, ik ben het met je eens. Ja, nou ja, dan over die rode jas inderdaad. Wie trekt er inderdaad, we zeiden het al, een rode jas aan als je dit van zin bent? Dat doe je dan ook niet. En daarbij het tijdstip dat uitkoos. Ze wist dat haar man rond 9:30, 10:15 terug zou komen. Dan ga je dat risico niet nemen. Ja, nou, laten we zeggen, er is ook iemand, en dat is een persoon die wij hoog hebben zitten. Dat is rechtspsycholoog Peter van Koppen. En die is helemaal in deze zaak gedoken. Heeft hij overigens samen met zijn dochter gedaan. En die heeft daar een heel uitgebreid stuk over geschreven. Ja, en hij zijn conclusie, en we moeten eerlijk zeggen, we hebben heel veel uit zijn document kunnen putten. Ja, hij zegt uiteindelijk, de kans dat ze onschuldig is groter dan de kans dat ze schuldig is. Kijk, met zekerheid iets zeggen kunnen we niet, want we zijn er niet zelf bij geweest. Alleen de dader. Zij hebben in ieder geval wel gekeken naar alternatieve daders. Wat we nu al een paar keer verteld hebben, die hele buurt kende die gewoonte van Johanna en Patrick, woonden in gelijke huizen. Dus iedereen kan het zijn geweest. En Peter Verkoppen heeft dat heel mooi verwoord in het boekje van hem. Met een hele mooie redenering van de officier van justitie. Hè? Die dus zegt van, het is Angelique geweest die in het dadenprofiel zat. Peter Verkoppen zegt dan, ja, het damhert is een zoogdier. Angelique is een zoogdier, dus Angelique is een damhert. Ja, dit is toch eigenlijk, dit is precies inderdaad. Hij slaat de spijker op zijn kop hiermee. Hij gaat zelfs verder, Peter Verkoppen. Die zegt zelfs dat Rizanne was een ziekelijke baby, een huilbaby. Dit zou een motief kunnen zijn dat haar eigen ouders die baby iets aan hebben gedaan.
Ja, en dan moet ik ook zeggen, Carrie, er is een verklaring van iemand die zegt dat het misschien zo was dat uitsluitend Patrick de hond aan het uitlaten was die avond. Nou zijn er ook enorm veel mensen die zeggen dat het Patrick en Johanna waren. En er is een buurman, die is dus ook in dat hele gezelschap geweest nadat het bekend was met al die mensen daar thuis. En die zegt dat het ledikantje van Rizanne stond voor het raam en het was hem opgevallen dat het onderlaken glad gestreken was en over het matras zat. Nou is dat natuurlijk bij zo'n kind. Onbeslapen bedje. Ja, onbeslapen bedje. Nou is dat natuurlijk bij zo'n klein kind vaak dat als je het in een trappelzakje op een bedje ligt, dan gebeurt er niet zoveel met het bedje. Nee. Nou, laat ik zo zeggen, het is niet heel sterk dit richting de ouders. Maar ja, helemaal uitsluiten kun je het niet. Maar wat ik zelf nog interessanter vond, hoewel misschien de aanleiding weer wat dubieuzer was. 3 dagen na de moord is er een ex van een voormalig buurtgenoot. En ik gebruik even de initiale HD. Dat was de voormalige buurtgenoot. En die ex die wil haar verhaal kwijt over deze ex. En die zegt, die woonde in de buurt. In ieder geval in de tijd dat dit gebeurde. En ze hebben samen een kind. En die kwam hij dan opzoeken. Daar waren ze samen wat dingen mee gaan doen. Maar die relatie was dus ook verbroken. En tussen 8:30 en 9:00 is deze HD is weer vertrokken. En deze getuige, dus die ex van deze man, die zegt eigenlijk dat hij iets met die dood van Rizanne te maken heeft. Nou, dan zou je op zijn minst zeggen, dat moet je goed gaan onderzoeken. Ja, precies. Ja, maar dat hebben ze destijds eigenlijk. Ja, wel DNA op die peuk, hè? Dat was ook niet van hem. Nee, hij heeft later vrijwillig DNA afgestaan en dat was niet van hem. Hij bleek ook filtersigaretten te roken, terwijl de peukies waren van checkies. Maar ik zeg ook niet dat deze buurtbewoner het gedaan heeft. Maar er kunnen natuurlijk toch ook andere mensen in die omgeving geweest zijn. Ja. Die toch er iets van vonden. En Carrie heeft dat al gezegd. Het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat Rizanne op het taluut gelegd is als een soort van let eens op je kind en je kind kan zomaar naar buiten genomen worden. Maar dat het er van afrollen en uiteindelijk verdrinken in die 20 centimeter water natuurlijk helemaal niemands intentie geweest is. Nee, dus we hebben het helemaal niet over moord, maar eigenlijk een soort waarschuwing van ja. Let op je kinderen. Ja. Nou ja, ook oud-regisseur Dick Gooseweer, die hebben we ook al vaker natuurlijk langs zien komen in onze podcast. En jurist Hans Groenewegen, die zeggen ook, nou jongens, misschien gaat het hier om een gerechtelijke dwaling. Die hebben het dossier nog even goed bekeken en die zeggen ook, nou, er zijn een paar zaken die ons niet lekker zitten. Inderdaad, wat jij al eerder zei over dat bedje dat onbeslapen is en dat er één persoon, alleen Patrick, die hond heeft uitgelaten. Maar ze zeggen ook, de slaapkamerdeur van Rizanne's kamer was dicht. Hoe logisch is het dat het een ontvoerder een baby uit het bed rooft en dan keurig die slaapkamerdeur weer sluit? Als je heel snel, weet je, hebt een paar minuten. Dan ren je gewoon met die baby naar buiten zonder die deur weer dicht te doen. Zij twijfelen ook over de schuld van Angelique. En ja, hij zegt ook, die Hans Groenewegen, ik heb 2 keer bevestigd gekregen dat Angelique niets met die moord te maken had. 1 keer door een gevangenisbewaker en ook later nog van een rechercheur uit het onderzoeksteam. En die politieman, ja, die zegt, ik heb er enorm mee gezeten. Die leeft er nog wakker van gelegen nachten. Dus er zijn toch mensen die echt ernstig twijfelen aan de schuld van Angelique. Ja, en dat doet ook zeker de firma Anker, de advocaten. Volgens mij zorgen die nog voor dat er een herzieningsverzoek komt in 2008. Dat wordt afgewezen, is ook niet gelukt. Ik begreep wel dat Angelique zelf, die is ondertussen natuurlijk vrij, een heel nieuw bestaan buiten Friesland is begonnen en ook helemaal niet meer met deze zaak geconfronteerd wil worden. Wil ook niet opnieuw een herziening en daarmee eerherstel aanvragen. Die wil duidelijk met rust gelaten worden. Dat vind ik ook eigenlijk het lastige van deze hele zaak, want we hebben het voornamelijk over Angelique gehad. Terwijl... Ja, ze lijkt een beetje het slachtoffer, terwijl de enige echte slachtoffers is natuurlijk gewoon Johanna en Patrick. En absoluut. Ook die 2 en die kinderen. Niet vergeten inderdaad, die nu volwassen dochters zijn. Ja, jij had ook nog ontdekt dat er nog een dochter bijgekomen is toch later? Ja, 3 dochters inmiddels. Ja, nou, ik heb gelukkig wel gezien dat ze een normaal en voor het oog goed bestaan hebben. Maar ze zijn natuurlijk voor hun leven getraumatiseerd. Zeg, je hebt het getekend. Ja, ja. Dat is natuurlijk ongekend. Ja, weer een bijzondere en ook heftige zaak. Wat mij ook even bezig hield deze week was toch dat het alweer
meer dan een jaar geleden is dat Peter R. de Vries werd vermoord. Ook echt wel heel snel gegaan die tijd. Ja. Ik kan ook bijna niet indenken dat dat al meer dan een jaar geleden is. Nou, nu midden in het proces inderdaad. Ja, ja, nou, dat zullen veel mensen ook op de voet volgen. Ik denk dat het wel aardig is dat Peter R. de Vries noemde een van zijn boeken eigenlijk zijn beste boek. En dat is niet De ontvoering van Alfred Heinecke. Ik denk dat dat wel het meest gelezen boek van hem is. Maar hij heeft ook een boek geschreven, Een moord kost meer levens. En ja, die titel lijkt een beetje van toepassing op Peter zelf, maar dat is het niet. Het is een waargebeurd verhaal, eigenlijk het levensverhaal van een kind van iemand die een dubbele moord heeft gepleegd. En dan gaat het om de Donald Duck verkoper. Misschien nog wel een zaak die we ooit zullen bespreken. Ja, de colporteur, de Donald Duck verkoper. En daarvan het kind, die heet Paul. Ja, die heeft in zijn leven ook heel veel meegemaakt. En ik heb hem tijdens mijn lange fietstocht heb ik hem geluisterd op Storytel. En als je er eenmaal aan begint, wil je niet meer stoppen. Ik ging er ook bijna harder door fietsen. Best goed concept. maar absoluut een aanrader om dat boek van Peter R. de Vries te luisteren. Hij gaat in mijn koffer. Ja, en we zullen hem nog een keer delen met jullie. En dat doen we natuurlijk zoals gebruikelijk via Instagram of Twitter. Moordzaken podcast.